Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi weggebracht vandaag naar school. Ze zijn thuis gekomen. Uiteindelijk heb ik de kinderen fruit gegeven. En het is nu 10:50. Ze zijn lekker aan het spelen en aan het doen. En ik ben vandaag lekker bank aan het hangen. Straks even eten koken en zo, maar ik doe het niet veel nu. Nope, dat gaat vandaag niet worden, heb ik besloten. Dus dat, ja. Meer heb ik op dit moment niet te melden. Ja, straks Jordi van school ophalen. Die is zo verkouden, garen. Maar ja, hij is wel hartstikke vrolijk, heeft geen koorts, dus geen reden om thuis te blijven. We hebben Jordi opgehaald. Jordi heeft lekker gezwommen vandaag met de juf. Het is heel erg goed gegaan. Ik ben ondertussen ook aan het uploaden. Mijn vlog van vrijdag wilde hij er niet op zetten. Dus I don't know wat daarmee is. Maar dat ga ik straks even onderzoeken. Als alles hier rustig is. Maar mensen. Ik werd erop geattendeerd. Gisteravond. Ik had de vlog afgesloten. Ik ging reageren op iedereen. Ik kijk normaal nooit naar wie mij... Die op, zeg maar, of hoeveel abonnees ik heb of wat dan ook. Daar kijk ik normaal nooit op, want ik vraag nooit om abonnees. Voor degenen die ons al langer volgen, die weten dat ik daar dus niet om vraag. Dat ik het wel hartstikke waardeer als je ons volgt. Maar dat ik er gewoon niet om vraag, want ik ga het niet uitbuiten dat ik een kind heb met een beperking. Ik ga het niet uitbuiten... Over het feit, volg ons, want hè, wij zijn familievloggers. Nee, dat absoluut niet. Hou ik niet zo van. Ik ga ook echt niet tegen mijn kinderen zeggen, ga zo zitten. Want nee, het komt zoals het komt. Staat het niet fatsoenlijk op beeld? Pech, want ik film maar één keer. En ik ga niet mijn kind nog een keer vragen om hetzelfde te doen. Ga ik niet doen. Maar goed, hé, dat tezijde. We hebben 1000 volgers. Oh, wauw. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ik een keer live kan. Ik kan een keer live met jullie op YouTube. Zullen we dat een keer doen? Om het te vieren. Laat even weten onder deze video of je dat wil. Ik heb nog nooit op YouTube live geweest. Ik ben wel ooit eens op TikTok live geweest. Maar ik ben nog nooit op YouTube live geweest. Maar willen we dat? Willen we dat ik dat een keer doe? Als de kinderen naar school zijn. Dat we een keer 's middags of 's morgens even een uurtje met elkaar kunnen kletsen. En willen we dat? Om te vieren dat we 1000 volgers hebben natuurlijk. Dank. Wil je nieuwe? Nee. Oké. Nee. Oké. Ja, dat wil jij wel nieuw drinken dan? Kijken! Ik ga het even regelen. Het kind heeft drinken. Maar 1000 abonnees. Wow. Hartstikke bedankt, lieve mensen, dat jullie ons volgen. Dat jullie geabonneerd zijn op ons kanaal. Wij waarderen dat stuk voor stuk. Ik ben er ook echt sprakeloos van. Het is ook heel erg dat mijn... Dat de mensen die ons volgen, geabonneerd zijn op ons kanaal, dat die het aan mij moeten vertellen dat ze 1000 volgers hebben. Jezus. Het is niet zo dat ik het niet belangrijk vind. Het is gewoon zo dat ik daar gewoon niet op let. Het gaat mij niet om cijfertjes. Het gaat mij erom dat ik juist die ene individu blij maak. Om te laten zien hoe dat het gaat bij mijn gezin. En als ik diegene alleen al een klein beetje kan helpen, ben ik er al blij mee. Dus dat. Laat gewoon even weten in de comments. Hoe gaan we dit vieren? Hoe? Een meet and greet en zo gaan we allemaal niet doen. Dat vind ik niet nodig. Misschien ooit in de toekomst, maar niet nu. Ik zeg niet dat we het doen, maar... Maar laat het me even weten. Willen we live? Op YouTube? Willen jullie Q&A? Ik wil wel een Q&A opnemen hoor. Daar gaat echt niet om hoor. Laat het gewoon even weten.
En als je een Q&A wil, stel dan gelijk je vraag erbij, zodat ik hem in een video kan gaan opnemen. Want misschien kunnen we dan wel en live en een Q&A. Hey. Dat is voor jullie wel even dubbel prijs, hè? En een video en live. Nee, maar ik vind het allemaal prima. Bedenk het, vertel het en ik hoor het wel. Eten maken is hier altijd wel een uitdaging. Voor Jordi niet. Jordi krijgt nog steeds een rijst met pasta saus. Ik had nog pasta saus in de vriezer, die heb ik eruit gehaald. Gemalen. Ik heb droge pasta. Ik heb pasta in tomaatsaus. Ik heb ei. En ik heb een kip pesto pasta met groenten. En dan zou je denken, Mandy, waarom zo uitgebreid? Oh, ik heb ook nog augurk en zilveruitjes. Dan zou je denken, Mandy, waarom zo uitgebreid? Nou, dat heeft een reden. Ik heb een kind. Dit kind. Die eet de ene keer wel, de andere keer niet. Het ligt net aan de structuur, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik bied hem alle verschillende structuren aan. Waardoor hij zelf kan uitkiezen wat hij wil. Want als ik dat niet doe, dan is het bij het eerste woord wat hij al geeft. Op het moment dat ik het voor mijn neus zet. Daarom heb ik ook deze grote borden. Of in ieder geval, ik noem dat schooltreef. Ik doe precies hetzelfde voor onze Sammy. Puur en alleen om aan Liam te laten zien dat iedereen hetzelfde krijgt hier. Dat hij daar niet anders in is. Ik wil ook niet dat een van mijn kinderen zich anders voelt. Jordi boeit het allemaal niet. Jordi interesseert het niet. Jordi vindt het lekker. Als het maar lekker is, dan is het goed. Als het niet lekker is, hoor je het ook. Maar over het algemeen is Jordi niet zo'n interesseerpietje. Maar dat is wat ik dus doe. Dat. Wat krijg je ervan als je een kind hebt die speciale behoeftes heeft? En niet alleen Jordi heeft speciale behoeftes, ook Liam heeft dat. En dat is niet erg. Inmiddels ben ik het gewend. Het is ook niet zo dat ik altijd 20 verschillende dingen kook. Maar ik moet wel rekening houden met bepaalde structuren, et cetera. Heel soms wil hij ook gewoon helemaal niet eten. Nou ja, prima, dan eet je niet. Ook goed, als je honger hebt, laat je het vanzelf eten. Zo zie ik het tegenwoordig. Maar ik bied hem wel heel veel verschillende dingen aan, zodat hij in ieder geval daar keuzes in kan maken en wat hij wil proeven. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi en Liam naar school gebracht. Sam zit lekker op de bank een boterhammetje te eten. Hij hoeft hem niet. Hij wil hem niet. Nou, dan niet. Dan eet hij hem niet. Ik heb wel honger. En ik had zoveel zin in de witte boterhammen. Speculaas. Wie kent dat? Wie is daarmee opgegroeid? En ja, je hebt zoveel alternatieven ervoor. Maar dit is gewoon vroeger. Gewoon lekker dik de boter erop. Ik begin nu al water in mijn mond te krijgen. Dit is gewoon echt een nostalgisch ding van vroeger. En ja, ik had daar zoveel zin in. Ik heb het ook al heel lang niet meer gegeten. Ik had er echt zin in. En vroeger kregen we dit ook nog wel eens mee naar school. Om als lunch, zeg maar, stel, vroeger deden we ook nog overblijven. Dat is natuurlijk nu is dat een soort van normaal geworden op heel veel scholen. Maar dat was vroeger niet. Vroeger had je een uurtje de tijd om naar huis toe te gaan. Maar en dan kreeg ik dit wel eens zo mee naar school. Kijk of het de nostalgie naar boven brengt die ik verkocht. Lang geleden. Heel lang geleden. Het ziet er dan zo uit.
En dan kun je zeggen, dan moet je er speculoos op doen. Nee, dit is heel anders. Dit is, of schuddebuikjes of wat dan ook. Nee. Wit brood met speculaas. Oh, lekker man. Voor Sam is eten alles. Een lekker ding. Hij heeft nu worstenbroodjes. Voor degene die geen worstenbroodje kennen, dat is worst met brood. Ja, lekker hè. Is het yummy? Sammy, yummy? Volgens mij wel. Is het Yes, Oh. Ja, doe maar lekker happen. En ze zijn nu hier nog bezig met afmaken. En ja. Ik ben toch blij wanneer ik naar de kapper ga. Ja. Het gaat echt een stuk eraf. En achter gaat ook een stuk eraf. Het gaat echt, ik denk, dit gaat er denk ik af. Het liefst zou ik het helemaal kort doen, maar ik heb een belofte aan Niels gemaakt. Dus nee, het gaat niet helemaal kort, maar er gaat wel een stuk af. En waarom? Omdat dit gewoon echt dun is. Ik heb zoveel haaruitval, dat is gewoon niet grappig meer. En dit is gewoon echt dun. Het ziet er gewoon ook niet uit. Kijk maar. Als je... Er zit gewoon niks. Als je gaat kijken naar dit, zeg maar. Dit komt tot hier. Nou, ik denk dat ik er een beetje... Ik ga er geen boblijn van maken, dat niet. Maar ja, er gaat wel een stuk vanaf. Kijk, dit is gewoon niks meer. Dus dat gaat eraf. Je ziet het ook. Als je zo kijkt, ja, dit gaat er gewoon vanaf. Dit is ook gewoon serieus gewoon dun, zeg maar dit zo. En dan als je hier dit zo en dan hier begint het echt dikker te worden, dus dan gaat het gewoon een stuk af. Ja. En dan gaat een stuk van voor niet af. Ben het gewoon beu. Kijk, het allerliefst, voor degenen die mij echt al heel lang volgen, die weten dat ik kort haar had. Het liefst zou ik dat gewoon doen. Het liefst zou ik echt dat doen, maar kijk hier. Dit is gewoon echt, het is gewoon niet grappig meer. Maar goed, het gaat er af. Af. Dus dat. Maar dat is zaterdag. Ik heb Jordi en Liam weer opgehaald. Maar ik zal jullie heel even gauw meenemen in... Oh, mijn deur zit nog tot. In hoe het er in de achtertuin uitziet. Ze hebben ook voor het een en ander gedaan. Maar dat laat ik later een keer zien. Maar ik zal het even laten zien. Dus alles wat ze moesten doen is nu klaar. Er ligt nog puin bij ons voor. Maar dat wordt één deze dagen opgeknepen. En dan wordt opgeruimd. En ja, het is gewoon klaar. Het is klaar. Mijn bevalling is geweest. Ja, voor mij voelt zoiets altijd als een bevalling. Want oh. Maar goed, hè. In ieder geval, de kindjes zijn thuis. En ja, dat. En die heeft het gegeten. Weet je niet? Nee. Nou, dat is mooi. Meer voor mama.
Ik vind ze namelijk wel lekker. Het zijn pretzelsticks met pindakaasvulling. Liam is verdrietig, want Niels is net thuisgekomen, gegeten, omgekleed. En die is naar een ouderavond van Jordi's school. En meestal als hij verdrietig is, want hè, papa is bijvoorbeeld weg. Of nou, in ieder geval, ik weet 100% de reden waarom hij verdrietig is. Dan gaan we meestal iets doen, maar dat hij compleet zijn aandacht op iets anders heeft. Zoals nu haar borstelen. Ik heb vorige week, wat had ik vorige week gedaan? Vorige week heb ik een koude doek gepakt. En dan ben ik de keukenkastjes zittend gaan afdoen en dan wou hij meedoen. Ja, zo doen we dat. Mama weer doen? Kom in, zo. Ik ga nog even verder borstelen. Een hele goeie. Na het beginmiddag. Ik ben vanochtend naar de intratuin geweest. Want ik wilde eventjes wat inspiratie opdoen voor bloembakken. Dus daar heb ik foto's van gemaakt, heb ik naar Niels gestuurd. En ja, bij de intratuin is het allemaal duur. Maar ik kan zo'n soort gelijk iets wel vinden, denk ik, online of zo. Dus daar ga ik met Niels naar kijken. Toen heb ik ook nog eens paastakken gehaald. En ik had een veel mooiere vaas. Maar die is caduc. Ja. Dus ja. En ik geef Niels de schuld. Want... Het was ook Niels' schuld, want er lag iets achterin en daar is hij tegenaan gerold. Het was kapot. Dus ik heb ook tegen Niels gezegd, ik ben niet blij. Toen zegt hij, ja, snap ik. Dus vandaar. Dus ik ga mijn paas in huis halen. Kindjes zijn op school. Ik ga gewoon lekker klooien en zien waar het schip strandt. En simpel doen, niet te moeilijk vandaag. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dat komt allemaal goed. Mijn paastakken, die zijn in principe al zover. Maar het is nog nog één grote bende. Dus mijn paastakken. Vanavond maak ik even een goede filmpje. Volgens mij is mijn moeder vlek aan het irriteren. Hij jeukt ook, dat is het rare ervan. Maar dat moet ik ook nog doen. Dat ga ik ook doen. Ik laat straks eventjes fatsoenlijk zien hoe en wat. Dan heb ik nu... Hè? Boom. Takken. Dit is takken. Ik ben vandaag een takkenwijf, want ik ben met takken bezig. Ja, hier staat nog het een en ander. Ik heb altijd de regel... ook voor kerst, maar ook voor Pasen, voor Halloween. Ik mag altijd een paar dingetjes nieuw kopen. Dus ik had deze nieuw gekocht. Van die knuffeltjes bij de ACTO. Nee, ik had wat hierin zit nieuw gekocht. Nieuwe vaas. Dus dat is wat ik nieuw heb gekocht. En ik had deze nieuw gekocht. En deze nieuw gekocht. Maar ja, dat is dus wat ik nieuw heb gekocht dit jaar. En ik mag altijd elk jaar iets nieuws kopen. Dus zo bereid ik het altijd langzaam uit. Dus dat. Ik ga eventjes die dingen allemaal doen. En dan als ik straks alles heb opgeruimd en gepoetst en gedaan, dan laat ik jullie een sfeerbeeld zien.
Nou, ik heb het zover klaar. Dus straks als alle kindjes op bed liggen en ik heb de boel weer opgeruimd, dan ga ik een sfeerbeeld maken. En toen was ik aan het wachten op Jordi. Oh, en voor de mensen die denken dat ik mijn bril niet veel op heb. Ik heb hem net afgezet. Jordi grijpt namelijk ook naar mijn bril. Dus dat. Maar goed. Eerst Jordi ophalen. En dan de andere twee dikkoppies van me. En dan is de Bambix-bende weer compleet. Dus dat. Ik ben moe. Misschien is het ook wel gewoon moeheid van de afgelopen tijd. Maar goed. Vanavond gewoon weer op tijd naar bed. Doe ik de laatste tijd doe ik dat wel heel wat meer. Op tijd naar bed gaan. Dus dat. Maar goed. Ik ga eventjes op Jordi wachten. Een hele goede morgen. Deze is thuis. En die is thuis. Jordi is op school, die heb ik naar school gebracht. Ik wou gisteravond sfeerbeelden maken, maar dat is niet gelukt. Want ik ben gisteravond nog met Jordi zijn WLZ bezig geweest. Ik heb een ouderverhaal geschreven. Als begeleidende brief. Au, au. Maar heb je op je tong gebeten? Au. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En daarna heb ik brood gesmeerd en opgeruimd. Dat allemaal. Dus het is er niet van gekomen. En ja, we zijn nog steeds bezig met de WLZ. Dus een aanvraag voor extra zorg. Eigenlijk wat het doel is, is dat er een paar uur in de week iemand... voor Jordi na school is. Zodat ik met deze blaag en die blaag nog wat extra dingetjes kan doen. Naar de speeltuin gaan of wat dan ook. Want als ik met Jordi ben, kan ik met hem niet weg. En in principe is dat geen probleem. Ik zou vandaag bijvoorbeeld ook naar de speeltuin kunnen. Maar ik heb ook nog 101 andere dingen te doen. Nu zit ik dan heel even op de bank. Had ik beloofd aan hem. Dat mama even bij hem op de bank kwam zitten. Dus ja, ik moet ook nog de tuin invegen. Ik heb ook nog 10.000-20.000 andere dingen te doen. Mama? Jij mama? Ik ben mama. Ik ben mama. Bas, heb ik ook mama? Nog. Dat is mama. Heel goed voor jou. Goed zo. Ja. Dat is Liam, goed zo. Liam. Liam. Nee, Sam. Ja. Nee, Sam zit daar. Kijk, Sam zit daar. Zie je dat? Ja. Nou, Sam. Maar je bent snotterig. Ik ben niet snotterig. En we zijn Big aan het kijken. Nee. Hola, jij krijgt niks. Ga weg. Wegwezen. Schooiend. Ga weg. Je bent een etter. Ja. Kun je hier komen staan, hè? Maar daar heb ik echt scheid aan, hè? Je zit zelf uit te lokken als je het doet, hè? Je zit gewoon echt zelf uit te lokken. Doe Liam maar een aai geven. Sam. Doe Liam maar een aai geven, zeg je. Aai, Liam. Dat is geen eentje, dat is een duifje.
Jan komt dan voor je staan. Kom op, Sam, doe eens normaal. Doe gewoon een ei geven aan je broer. Doe maar knuffel geven, Liam. Zeg maar, ah, oh, lieve broer. Nee? Stil. Ik wil eentjes voeren. Nee, dan niet. Ik ook. Appie is jouw beste vriend, hè? Boomba! Samen kijken! Boomba! En wat is dit? Hé, hey, wat staat hier op mama's arm? Wie is dit? Wie is dit? Boomba! Wie is dit? Boomba! Is dat Boomba? Ze zeggen dat dit Boomba is. Maar jullie doen samen kijken. Boomba. Boomba. Oké. Boop. Boombaloo. Nou, dat waren de sfeerbeelden die ik heb kunnen maken. De kindjes liggen inmiddels in bed. Niels die is heel eventjes de bolderkar naar iemand toe brengen. Die ons doet helpen met de bolderkar. Een huifje en alles erop maken. Nou, in ieder geval dat. Dus dat is wat er momenteel gedaan wordt daaraan. Ik en Niels hebben vanavond nog de tuin een heel eind ingeveegd. En een hele hoop zand weggehaald, zodat we ook met de spullen voor de kinderen allemaal neer kunnen gaan zetten en zo. Dus dat hebben we gedaan. Niels is nu dus even weg, kindje ligt op bed. En ik ga hier even de bende opruimen, want het is echt een grote pestbende. Oh ja, oh ja, het is een pestbende. En ja. Zou ik het laten zien of zou ik het niet laten zien? Nou, dit moet ik nog allemaal gaan doen. En dit ook. Dus dat. Ik ga daarmee beginnen. En dan ga ik ook tegelijkertijd nu deze vlog afsluiten. Want tegen de tijd dat ik klaar ben, dan praten we wel om 1:10. En dan ben ik wel klaar ermee. Ga ik lekker naar bed. Dus dat. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.